Drie tips voor de pitch-sessie tijdens jouw evenement. Bij steeds meer evenementen worden pitch-sessies georganiseerd. Een pitch is een korte, krachtige presentatie waarin een idee, product of dienst gepresenteerd wordt. En ook al is het een korte presentatie, als je er veel achter elkaar hebt, kan het voor het publiek toch als een lange zit gaan aanvoelen. In deze video drie tips waarmee jij je publiek beter kunt betrekken bij jouw pitchsessie. Ga na of de pitches korter kunnen. Vaak hoor ik van organisatoren van ja, onze deelnemers hebben tijd nodig om hun concept uit te leggen. Maar je zult zien, als je de tijd inkort, zullen de deelnemers veel meer hun best doen om het concept helder en strak uit te leggen. En zo wordt de pitch veel interessanter voor het publiek. En zoals Mark Twain zegt, if you want me to give you a 2-hour presentation, I'm ready today. If you want only a 5-minute speech, it will take me 2 weeks to prepare. Stel je voor, er zijn 10 pitches van 3 minuten. Dan denk je, dat zijn 30 minuten. Prima te doen voor ons publiek. Maar denk ook aan alle introducties en de hoeveelheid wisselingen op het podium. Daardoor kan het voor het publiek toch aanvoelen als een lange zit. Je kunt dit gemakkelijk voorkomen door een element met interactie in te bouwen. Vraag je publiek bijvoorbeeld welk idee zij tot dan toe het beste vonden en vraag ze om dit met hun buurman of buurvrouw te bespreken in 5 minuten. Je zorgt er zo voor dat het publiek weer met volle aandacht naar de volgende serie pitches kan luisteren. Bij pitchen gaat het om het creëren van kansen. En dat is waarom een sterke pitch een call to action heeft aan het einde. Een oproep tot actie voor het publiek. En dat kan bijvoorbeeld zijn, we zijn op zoek naar feedback voor ons idee. Als je in het publiek zit en je hebt feedback, dan vervliegt die vaak, want er komen daarna nog meer pitches. En als organisator kun je dit voorkomen door van tevoren post-its uit te delen. Als je het publiek dan vraagt om de feedback op te schrijven, dan kun je die aan het einde verzamelen en zorgen dat deze goed bij de pitcher terechtkomt. Dus voor een echt interessante pitchsessie, geef de pitchers minder tijd zodat zij strakker zullen pitchen. Zorg voor een interactiemoment en laat het publiek ideeën meteen opschrijven, want het zou zonde zijn als deze vervliegen.